denk dat ik een grote spits ben die zijn gotjes kan maken en die gewoon balvast is voor de ploeg. Het is een jongen die fysiek heel behoorlijk begint te worden. Hij was vooral heel groot en sterk, maar hij kon dat nog niet zo heel goed combineren. En dat begint hij nu echt te ontwikkelen en dat koppelt hij ook aan rendement. En Pep is hartstikke goed bezig. Waarom keep je eigenlijk niet? Je hebt wel de lengte. Nou, omdat ik een aardig balletje kan trappen en dat ik minder goed ben met mijn handen. Kan je dat uitleggen hoe dat is gegaan? Want kijk, het is heel makkelijk voor iedereen te denken, ja, je opa is hier misschien wel de beste keeper die hier ooit op dit veld heeft gestaan. En dan zijn kleinzoon is een spits. Hebben jullie vaak vroeger ook getraind dat jij dan de ballen maar bij opa erin moest schieten? Nee, toen was opa al een jaartje of 60, denk ik. Toen ik... Ja, hij was te oud om nog wat te doen, maar ik heb wel altijd gesprekken met hem gehad. En hij heeft me altijd wel verteld wat een keeper doet. Dus ik heb wel veel van hem opgestoken. Iedereen behandelt mij gewoon als Pepijn, met wie ik ben. Dus het wordt ook eigenlijk nooit genoemd en daar ben ik alleen maar heel blij mee. Want ja, ik moet gewoon presteren. En het is leuk dat mijn opa hier een van de betere keepers ooit is geweest. Maar dat is verleden tijd. En hij heeft gewoon altijd een plekje in mijn hart. Maar zolang ik hier op het veld sta en hier bij Sparta ben ik gewoon Pepijn en moet ik gewoon presteren. En als je dan bij Utrecht bijvoorbeeld op de bank zit en straks misschien op de bank gaat zitten bij het eerste. Ja, hoe heftig is het dan dat hij er niet meer is? Nee, dat is heel erg jammer. Maar aan de andere kant, ik weet zeker dat hij van boven meekijkt. En hij heeft een plekje in mijn hart, dus dat is alleen maar prachtig. En mijn oma is er gelukkig elke wedstrijd bij. Dus die kijkt ook mee. Zij misschien ook de ideale pinch hitter, om het zo maar te zeggen. Wat een beetje uitsterft misschien, want ja, die je erin kan brengen als het wat slechter gaat. Heeft hij wel laten zien dat hij die rol uitstekend kan vervullen. Alleen deze jongen heeft ambities en deze jongen wil zo ongelooflijk graag voetballen vanaf het begin en een basisspeler worden. En we zijn daarmee aan de slag en uiteindelijk is het aan hem of ik niet meer om hem heen kan natuurlijk. Waar kan Pepijn Doesburg eindigen? Ja, dat is een leuke vraag. Dat weet ik niet. Ik hoop dat ik net zo'n mooie carrière als mijn opa kan maken.